dat moet ook maar weer gebeuren, hè, op zijn tijd. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. Het is vandaag alweer vrijdag 31 juli. Het is 10 voor 12. En ja, het is nog maar een week en dan word ik alweer 33. Gaat hard. Wij hebben wel wat een en ander vandaag op de planning. Maar wat ga ik jullie nog niet vertellen? Dat laat ik lekker in het midden. Dus ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hi Speedo. In acupunctuur, en dan ben jij ook goed, hè? Dat weet je. Ja. Auw, dat doet zeer. Met die nagels van jou. Hey, koekoek hier. Nee, daar ligt jou, hoor. Beauty gaat nou net naar binnen. Daar hebben we Speedo, hè Speed. En hier hebben we Lady. Hey, meisje. Hey, hebben we jou ook nog? De beste pit van stal, zeker. Hey. Hey. Hi, weefje, kom hier. Kom dan. Nee. Gaat ook wel naar binnen. Jij komt zeker wel, of niet? 1, 3, 2, 1. Ja, dat dacht ik al. Jij komt wel. Ja, 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 ja. Hey, hi. Lena is even laag te blijven of zo. Ja, en je hebt viezigheid bij je neus. Jawel. Lekker bezig. In de hitte. In de hitte. Ja, je komt er nou wel mooi op, hè? Op mijn vlog. Komt er mooi op. Ja, ik heb het geluk. Hey! Waar staat er op? Hé? Oh ja, ik ben dan. Lekker bezig! Zo. Tof wolk. Zandwolk. Jeetje. Wow, jeetje. Wauw. Wauw. Het werken in het zonnetje. Ja. Heeft hij een zaag of zo bij zich? Ja, dat is ah, ja, je mag. We mogen. Wat gaan ze één keer snel, joh? Wat? Wat de hek? Wat de crap, man. Ik wil even weten bij de nek.
En je kan er in principe in daar. En beveiliging. En zijn vriend. Nou, we staan in de lift. Maar echt nog omhoog of wat? Ja, we gaan omhoog. Maar ik heb dus nu net deze dingen besteld. Gekocht. Bij de Jumbo. En ik zoek dus nog een fles daarvan. Heb jij daar een? En heb je er niks mee? Laat het even weten. En dan kunnen we misschien wel met een overeenstemming verzendkosten, et cetera, doen. Dat maakt mij niet uit. Ik wil hem heel graag hebben eigenlijk. Die beker van de picknick. Lekker uit het drinken. Dus heb je er een, laat me even weten in de reactie. En anders op de e-mail. Maar die kun je altijd weer vinden in de beschrijving. En dat moet ook maar weer gebeuren, hè, op z'n tijd. Ja, drinken. Hè? Ja, dorstig. Ja, is leuk toch? Even erg dorstig. Hé? Ja, zeker. Ja, wel. En dit ruikt zo lekker. Waarom weet ik niet? Ik vind het heerlijk. Zalig. En ik wil toch vandaag een soort van kleurtje creëren. Yep, ik wel. Nou, wij gaan lekker de verkoeling opzoeken. En nee, het is geen zwembad. Nope. Maar we gaan gewoon gezellig naar de Hornbach. Want ik wil het een en ander weten. Yes. En wat ik wil weten, dat zien jullie wel weer later. Daar ga ik nog niks over vertellen en verklappen. Nee. Maar nu hebben we weer groen, dus we mogen lekker doorrijden. Eens, wat ook weer. Dus ja, daar gaan we lekker naartoe en we zien jullie zo meteen bij de Hornbach wel weer. We zijn dus nu er lekker bij de Hornbach. Jawel, hier dit. Maar wat we nog gaan doen, dat hou ik nog even lekker geheim. Maar ik laat jullie wel even alvast iets zien qua impressies. Leuk. Dus in de Hornbach, wat zie je? Serieus? Het moet nog augustus worden, dat is morgen. Nu al kerstballen. En een kerstboom. En kerstlampjes. Je meent het. Dit slaat werkelijk nergens op. Helemaal nergens. Ze lopen hier een beetje achter, dat weet ik wel, zeer zeker. Ze lopen lekker achter hier. Lekker, ja. Een beetje erg achter hoor. Echt? Ja, echt. Er zijn genoeg winkels in die het heel anders doen. Die niet en die meer schoonmaken. Okay. Daar staat onze auto hoor. Okay. Onze dinky toy. Jullie hoeven niet meer schoon te maken. Kom niet meer. Hoeft niet meer. Van de overheid hoeft dat niet meer. Jullie mogen gewoon nog schoonmaken. Ja. Uit beleid van de klanten maken wij gewoon nog schoon. Oké. Het hoeft eigenlijk niet meer hoor, maar als jullie lekker in die zon willen bakken, mag het van mij. Lekker in die zon bakken. Nou, Roderick is eventjes ook bezig voor de vlog. Ja. Ik denk niet in dat hij gaat filmen. Enigszins. Maar we lopen dus alweer namelijk in de Jumbo. Want we hebben het gewoon warm. Even wat lekkers halen. En ook voor mezelf. Ja, we hebben hier al het een en ander qua drinken. Ik mag personeel er niet op hebben, dat weet ik.
Scheelt weer. En eens even kijken wat ik ga halen. Geen idee. Japanse mix kan ik halen. Vind ik ook lekker. En wat ik nog meer ga halen, weet ik nog niet. Ik heb het warm. Sowieso. Deze vind ik er ook wel lekker, denk ik. Barbecue of tijger? Tijgernootjes volgens mij was dat. Dus ik ga tijgernootjes voor hem halen. Lekker. En ik ga nog wat anders halen. Daar ben ik. Ik heb met Karen afgesproken dat ik een uitdaging met haar aanga. Ik ga een aantal producten voor haar kopen. Die zij moet proeven geblinddoekt. En dan moet zij raden wat het is. Bijzonder leuk. Kijk, ik heb hier al wat gevonden. Kijk. Deze. Mama. Kijk wat het is. Nou, nog meer. René, ik ben op zoek. Spannend. Ja, dan heb ik hier nog wat. Coca-Cola Light Mango. Ook spannend. Zouden we nog meer gaan kijken? Dat is kers. Ook lekker. En dokter Pepper. Ik weet niet wat het allemaal kost, maar dat heeft niet. Solution marshmallow. Wat hebben we nog meer? We hebben nog meer. Geen idee wat we meer hebben. Ja, dat zou ik lekker vinden, maar ze moeten wel kunnen drinken. .nl. Ginger beer. Ik denk zo wat even genoeg heb. Ik ga het meemaken. Oh, nou, ik zag even net Roderick, dus ik moet dus een beetje gaan kijken van waar ik iets erin moet zetten met vloggen, maar dit is wel leuk. Ja, dit is heel leuk. Maar ik ga nu eventjes lekker een worstje halen. Uit het, worst. Ook even richting de vlees weer, handig. Let's see today, hola die. Zo kar je wel heel Jumbo door. Ja mensen, gewoon even heel Jumbo doorknallen. Dat is handig. Het is hier zo lekker cool. Heerlijk. En even kijken of ik nog andere mensen tegenkom. Mijn lieve vriendjes en zo hier, dat is handig. Ik heb het ook warm, dat kun je ook wel zien aan mijn... Ja, ik heb het hier een beetje rood. Maar... En mijn vader komt of woensdag of donderdag. Dus ik moet even kijken hoe ik het wil gaan schipperen. En ook met Roderick zijn rooster. Moet ik het ook even... Ik ga te ver, jongens. Ik ga van achteren lopen. Ik ben zo druk aan het praten met jullie. Ja. Zo druk bezig. Ja, ik moet worst hebben. Zo. Nou, ik ga even worst pakken. Ik check jullie zo. Hoe blij dan? Ben je zo blij? Roderick, schiet op! Mij niet, hè? Nee. Daar zorg ik wel voor en dat weet ik. Okay. Alleen je stem, maar dat maakt niet heel veel uit. Ja, dat vergeet ik niet. Heel. Nee, dat weet ik. Ja, ik zie het. Hé, Bob. Ja, vraag het maar. Hi, kind. Ben je ook aandacht voor mij? Vraag het maar. Wat? Wil je knuffel voor mij? Oeh, wil je knuffel? Ja? Bob? En nou is je klaar. Nee, knuffelen voor mij, hè? Ja. Kom maar aan, Bob. Bobbie! Kom eens hier. Ja! Hi, kerel. Nee, zeg maar. Ik moet lopen. Ik moet die kat op. Op een mansje. Ja, goed zo. Bob. Bobby. Ja. Lekker hoor, kind. Nou, wij gaan kijken
Of vandaag en anders morgen middag een challenge doen. Wat voor challenge weet ik nog niet. Dat mag Roderick gaan vertellen aan jullie. Maar Roderick heeft al wel dus dingen gehaald voor mij. Waarschijnlijk iets met proeven en voelen. Dus ik ben benieuwd. Dus ik zou zeggen, blijf lekker gezellig kijken. En dan komt een leuke vlog aan. Hi lady. Hi lady. Hi schat. Buurman, die ga ik maar niet. Dag schat. Werk ze. Dro, die moet om 5:30 toch? 5:30 toch beginnen? Ja, 5:30 moet hij beginnen. Dus die is pas morgen middag ergens in de avond weer bij mij. Of zondag pas. Bye, werk ze. Nou, jij zat zo mooi. Nou. Hé? Hey. Jullie liggen lekker buiten. Dat is prima, meiden. Goed zo. Ja, lekker in de koelte. Helemaal gelijk. Ja, goedenavond allemaal. Het is alweer 11:45 in de avond. Het is lekker donker. De voorbalkon die staat nog open. Ik zit hier niet naakt of zo, hoor, maar ik heb het gewoon warm. Ik heb wel mijn BH aan en lekker mijn gymshirt. Maar oké, okay. Ik zit lekker voor de PC. Ruimt ook nog. Ik heb mijn moeder aan de telefoon, ook gezellig. Maar ik ga deze vlog afsluiten. Gezellig weer samen met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Daar. En voordat je dat doet, hey, niet te vergeten. Even abonneren op het rode button. Belletje aan. Dan blijf je op de hoogte met alles wat ik online plaats. En YouTube weer voor mij helemaal online. Ja, want ik plan hem in. En YouTube online. En als je dan toch bezig bent. Ja, jij. Ga dan even gelijk even leuke reacties schrijven. Want dan krijg je sowieso een reactie terug. Dat wil je toch? Daarom kijk je. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Kus op je snuit en tot morgen. Doei!